ding hou ik wel wat van die McFrits. En dan gaan we koken en dan onder het koken zal ik ook eventjes de winnaar bekendmaken van de trui en het t-shirt. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Laroge en ik ga vandaag even iets doen wat ik nog nooit gedaan heb. Maar het valt allemaal wel mee volgens mij. Want ik heb hier een mix gekregen van Kapper Team Limburg. En eigenlijk is het dus heel makkelijk, want die mix die is gewoon al volgemaakt. Volgens hun zal het een blackberry flavor worden. Bol. Het enige wat wij in principe hoeven te doen is hier boilies van te draaien. Dus we gooien er zo meteen wat eieren bij. Gaan boilies proberen te maken. Ik heb nog nooit eigen boilies gemaakt. En dan kijken of we er ook uiteindelijk ooit iets op kunnen vangen. Dat is een beetje de bedoeling. Ook ga ik straks de winnaar bekendmaken van de trui en de t-shirt. En als het goed is, komt er ook nog vis in de video. Want Kapper Team Limburg die heeft nog wel een leuke sessie gehad met heel veel vis op de mat. Dus laat ik jullie dat ook nog even zien. Volgende week trouwens, de video van volgende week, zit ik zelf ook weer langs de waterkant. En dan zijn we eindelijk weer een keer aan het vissen. Dit is dus even de laatste video dat ik zelf wat minder ben aan het vissen. Maar ik heb gewoon wat minder tijd gehad. En daardoor ga je wat minder kunnen vissen. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. In ieder geval, volgende week zijn we weer lekker aan het vissen. Goed, Kapper Team Limburg die zei tegen mij, begin maar eens gewoon met 8 eieren. Dus daar gaan we ook mee beginnen. Dat is uno. 2. Als er een beetje schil in valt en zo, dat maakt niet zoveel uit. Hè. Hoppa, 3. 6. Zo. 1 erbij gooien dan maar. Waarom doe ik die schil er nu bij hier zo? Dat klein beetje schil erin, dat maakt dus eigenlijk niet uit. Want dat kan voor een crunch effect zorgen onder water als de kapers zijn het eten. En dat zal andere kapers en zo, die horen dat en die komen er dan ook op af. En die beginnen dan hopelijk ook van te eten. Dat is het idee erachter in ieder geval. Dus een beetje schil door de eieren, maakt niet uit. Kan alleen maar meehelpen. Goed, zijn dat mijn eieren? Dan heb ik hier een garde. Ik zal deze alvast gewoon doorgooien. Hop, hop, hop. Dus nu gaan we gewoon wat van die mix erin scheppen. Oh. Kijk wat er nu gebeurt. Het kan ook gewoon niet een keertje goed gaan als ik in de keuken sta. Goed, ik ga de eieren even opruimen en dan gaan we weer verder met onze boilies maken. Goed, gaan we wat van deze mix erbij gooien.
Het plakt goed, hé. Goed, uiteindelijk is het zo'n stevige bal geworden. En daar gaan we meerdere balletjes uit draaien nu. Goed, ja, uiteindelijk hebben we dus nu zo'n bal. Dit is niet de hele mix. Ik heb niet de hele mix erin gegooid, want het is de eerste keer dat ik boilies maak. Het zou zonde zijn als ik alles meteen verpest. Ja, normaal gesproken gebruik ik... Nou, daar gingen jullie alweer. Dit is zo kut aan dat statiefje hier, man. Ik ga een andere pakken. Oké. Nou, uiteindelijk, nog een keer. Wordt het dus zo'n stevige bal. Waar je kleine balletjes van maakt. Normaal gesproken, de meeste mensen die halen een boilie draaitafeltje. Dat is zeg maar zo'n plankje. Kan je een lijntje boilie mix inspuiten. Zo rollen en dan heb je meteen 20 boilies. Nou, dat heb ik niet. Dus ik moet ze allemaal handmatig gaan draaien. Maar dat maakt niet uit. Jullie hoeven ook echt niet elk bolletje te gaan zien wat ik heb gedraaid. Maar dat skippen we gewoon even. Wat ik fijn vind daaraan is dat al die balletjes gewoon een ander formaatje krijgen. En ook niet allemaal perfect rond zijn. Weet je wel, allemaal een beetje een ander postuur hebben. Waardoor, ja, denk ik, de vissen misschien wat sneller pakt. Want ze zijn natuurlijk, ja, ligt eraan. Als je op dressuurwater gaat vissen bijvoorbeeld, op een vijver of iets waar heel veel gevist wordt met boilies. Ja, dan weten die vissen natuurlijk ook wel. Oh, zo'n perfect rond deegballetje. Dan heb ik nog wel eens kans dat ik mezelf in de lip prik. Dus ja, als het misschien net wat anders is, dan zijn ze er misschien net wat meer in geïnteresseerd. Wie weet. Ik heb een aantal balletjes gedraaid, die gaan we zo meteen even koken, even hard laten maken en dan uiteindelijk zijn het vriezerbollen. Dus ze moeten in de vriezer, als ze buiten de vriezer blijven gaan ze uiteindelijk beschimmelen en dat willen we niet hebben natuurlijk. Zo meteen even een pan water op, die dingetjes erin en dan gaan we ze koken en dan onder het koken zal ik ook eventjes de winnaar bekendmaken van de trui en het t-shirt. Dus blijf even kijken, krijg je dit zo te horen. Good, ondertussen staat er water op. Hopelijk zo meteen aan het koken, dan kunnen we verder. Ik heb hier een bakje met wat naampjes zitten. Ik trek er alvast twee uit. Gewoon, hier is één en hier is twee. En dan kijken we wat voor naam dat hier op staat. Johnny Prevost. Johnny Prevost. Of Prevost, of ik zou niet weten als ik het verkeerd uitspreek. Sorry. En dat nee. Juri Aerts en Johnny. Ik moet heel even spieken. Volgens mij maakte het Juri niks uit wat hij kreeg. Ik weet ook niet wat Johnny nu wilde. Gaan we even spieken. Goed. Johnny heeft de trui gewonnen. En Juri, ik weet niet of het te lezen is, maar Juri Aerts krijgt een t-shirt. Johnny zei dat hij graag de trui wilde. Juri zei dat het hem niks uitmaakt. Dus jij krijgt een t-shirt. Ik zal ze nog één keer laten zien. Zo, deze komt naar Juri toe.
Je moet me natuurlijk wel eventjes een DM op Insta sturen met je adres en zo, anders komt het nergens aan. En deze Roep is voor Johnny. Jij ook, gewoon even op mijn Insta. Kan je me een DM sturen, dan kan je me je adres en zo sturen. Je kan ook eventjes op de site zelf kijken. Er staat ook een linkje in de beschrijving van de site waar de t-shirts en truien staan. Is voor jullie allebei. Kunnen jullie ook even kijken wat voor kleur jullie willen. Als jullie dat erbij zetten, dan zet erbij welke kleur en wat voor maat je wil hebben en je adres. En dan komt het binnenkort vanzelf bij jou thuis bezorgd. Hopelijk vinden jullie het leuk. Gefeliciteerd met jullie winst. En dan gaan we nu eens kijken of het water al is aan het koken. Zo, die is aan de kook. Dan gaan de balletjes erbij. Goed, die boilies liggen nu even te koken. Dat zal ongeveer 2 tot 3 minuutjes duren. Dan halen we ze eruit, dan kan ik jullie ze nog een keer laten zien. En ondertussen gaan we eventjes kijken naar wat Carpeteam Limburg, de jongens van Carpeteam Limburg, hebben me wat clipjes gestuurd van de vissen die zij nog hebben gevangen. Die kan ik jullie nog laten zien voor degene die daar geïnteresseerd is. Is meestal wel leuk toch? En dan kijken we daarna hoe de boilies zijn geworden. En dan is het weer een einde, denk ik. En dan volgende week ga ik zelf weer een vis voor jullie vangen. Ik heb ze even uit het water gehaald. Ze zijn nu even uit aan het stomen. Ik zal ze zo meteen even op een bordje leggen en dan gaan we ze wat beter bekijken. Dit zijn ze geworden. Ze zijn nog een beetje warm. Maar ze zijn wel mooi, niet te hard. Ik kan ze in principe nog wel kapot duwen. Zo, zonde. 1 boilie minder. Maar ja, volgens mij zijn ze goed gelukt. Hopelijk gaan we er wat op vangen. Ik zal binnenkort een video maken dat we hier eens mee gaan vissen. En dan kijken of ze ook echt daadwerkelijk werken. Volgens Carpeteam Limburg hebben zij goed gevangen met die mix wat zij dus gemaakt hebben. Ik heb er in principe alleen nog maar eieren op gegooid en balletjes van gedraaid. Willen jullie een keer zien dat ik echt helemaal zelf mijn eigen boilies ga maken door ook zelf de basismix in elkaar te zetten en zelf ingrediënten toe te voegen en zo? Laat het zeker weten, lijkt me super leuk om een keer te doen. Ik heb het nog nooit gedaan, dus het wordt wel spannend. Het zullen de meest culinaire chef-kok boilies worden ooit. Maar ja, mocht je dat vet vinden, laat het even weten. Hopelijk hebben jullie nog een beetje kunnen genieten van de vissen die Carpeteam Limburg heeft gevangen. Volgende week gaan we zelf weer
in ieder geval proberen een vis voor jullie te vangen. We gaan er gewoon vanuit dat we er één gaan vangen voor jullie. Hopelijk meer dan één. En dan ja, kan ik zelf weer een beetje pronken met een vis. Mocht je niet gewonnen hebben bij de winactie, wees niet getreurd. De site staat gewoon nog online. Je kan gewoon in het linkje beneden in de beschrijving klikken. Mocht je iets willen hebben, kan je het gewoon halen. Niks is verplicht. En ja, dat was het weer. Dus ik zal eens een stukje boilie proeven zo. Hoort er ook bij, hè. Het is nu nog warm. Nou, mij zou je dan niet snel opvangen. Maar ik denk dat de vissen het wel lekker vinden. Bah. Nou, lekker man. Goed, dat was hem weer. Vond je een leuke video? Doe dat duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Tot de volgende keer. Ciao, ciao. Later.